even duimpje omhoog. Nou, lieve vrienden, ik heb mijn kettingen opgehaald, die hek om. Die laat ik thuis aan jullie zien. Maar ik kreeg van Karin een foto dat ze wat aan het slopen zijn hier. En dat vind ik zo erg. Dus ik ben er emotioneel eigenlijk van. En ik denk met mij meerdere Heldenaren, want ja, het was van ons, weet je. Het behoorde bij Den Helder. Het behoorde bij de oude winkel Vroom en de Reesman. Dat we Vroom en de Reesman willen slopen, oké. Dat we er wat anders van willen maken, oké. Maar had daar weer van dat gedeelte een restaurant gemaakt. Maar nee! Draai jullie om. Even wachten, even mijn ring pakken. Zo. Kijk. Niet leuk. Nee. Echt niet. Ik vind dat niet leuk. Ik vind het zo erg. Zo bizar erg. Thank you.
gedronken met de kinderen. Leuk, hè? Ik heb er nog gedacht. Nou, zeg. Komt op YouTube. Ik draai jullie weer even om, dus ik stop even en ik kom weer terug, maar met beeld die kant op. Ik wil heel graag op Facebook. Nee, op YouTube.
gisteren nog gewerkt, ja, dat ik nog thuis woonde. Dat ding dat is al ouder dan dat ik ben. Ja, maar op een gegeven moment is het begonnen, hoor, en dan moet het weg. Ja, nou, ik vind het zonde. Maar er komt wat moois voor terug, mevrouw. Laat het hopen, wat? Dat weet jij ook niet. Appartementjes. Ja, nou, maar dat is geen appartementje. Dat was een restaurant. Ik ken er niks in doen. Nee, jij kan er ook. Maar ga mij maar volgen. Wij doen alleen ons werk. Ga mij maar volgen. Ja. Maar er kwam betonrotting, hebben gezegd tegen mij. Er ging V&D, die ging van de doek. Ja. Toen kwam bij de restaurant. Maar ik ben nou aan het filmen, hè? Komt op YouTube. Ja. Wat heb je nou weer gedaan? Ja, nou vandaag. Ze zijn aan het vegen. Ja, ik vind het zo erg. Ja, we krijgen regen, hè, vanmiddag. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, we gaan onweer krijgen, is er gezegd. Hoe kan het thuis zijn? Nee. Ik zeg, we zouden ook onweer krijgen, dan moet ik ook thuis zijn. Ik ben bang van onweer, ja. Maar dat zag gisteravond ook. En wat kregen we? Eén bui en voor de rest bleef alles weg. Ja, lieve vrienden, ik vind het zo erg. Ja. Morgen zal het helemaal wel weg zijn, denk ik. Ja, goed zo. Ja, maar ik geef van een van de werknemers te horen, lieve vrienden, dat er betonrot in zat. Dus ja, dat nemen we maar aan voor waarheid. Die betonnen steun, die moeten ze met de deelboer. En ik sta even met een lieftallig maatje van me te praten, maar ja, die wilde niet op, dus dat hou ik respect mee. Hebben we respect voor. Ja, jij wilde niet op, hè? Op de vlog. Nee, daarom. Nou, maar dan ben je toch al. Je bent beroemd. Door je booster. Ja. In de grote bak onder je kont. Ja, mooi, hè? Zeggen ze dat die voor mij al zo groot is, maar jij, jouw voorkant is groot. Ik heb 4 wielen. Jij hebt 4 wielen, ja. Nou, weet je nog dat ik echt niet dorst met 3 wielen te rijden? Goeie winnen. Ja, daarom. Ik vlieg er nou stad en land mee op, bij wijze van. Deze heb je snelheid zo'n 35 kilometer. 19 haalt hij. Ben ik nog blij mee, hoor. Het is hard genoeg voor Elwing. Ja, ik moet even zo zijn, maar het is mooi weer, is dat ik het zie. Ja. Ik heb de duin helemaal. Ja, maar dan ben jij op Texel. Nee? Dan ga jij naar Texel toe. Nee, ik heb niet meer. Ga ik het zien. Oh? Ja, Texel gaat wel goed. Ja, maar dan ga ik niet naartoe. Ik kom niet op een boot, hè? Waarom niet? Nee, ik kom niet op mijn boot. Bij mij aqua blub blub. Net zoals een vliegtuig is bij mij een donderdelding. Nee, maar wat ik nou in mijn handen heb, dat is ook een Rolls Royce onder de mobiele. Dat is ook een hele dure. Showdown, wat een hoogte. Wow. Ja, ik kan er wel doen. Kijk, kijk, kijk. Kijk, jij de filmpje ervoor? Filmpje ervoor? Hahaha, lekker doen. Hoi!
hij er toch nog op terwijl hij het niet wil. Maar ja, eigen schuld, ik haal het er niet uit. Dat boeit mij niet hoor. Als ze voor lang komen, lopen ze er voor lang te zien dat ik bezig ben. Ja, staat er gekleurd op. Komt op YouTube. Komt op YouTube. Ik kom zo op YouTube. Ja. Nou, je loopt er voor lang. Dus ja. Dat zijn de kleuren. Je ziet dat ik zo zit en nog. Ja, nou ja, ik haal het ook niet weg. Kijk het maar. Hun die lopen er voor lang. Twee koetjes. Ik ben aan het filmen, sorry. Moet denk ik een beetje opgeruimd worden voor de avond of zo, ik weet het niet. Ja, maar het is nog vroeg hè. Het is net 2 uur geweest. Maar we krijgen ook slecht weer. Die is ook opkomt. Kijk naar de lucht. Maar we... Je hoeft niet te bukken, het is filmen. Toch sowieso op de tuin, want ik een breed beeld. Ha! Lekker pur. Dus het komt op YouTube te staan. Ja. Maar ja. Ik heb er net ook al even een traantje moeten laten. Van waarom nou? Waarom nou? Ja, ik vond het. Maar er zat betonrot in. Vertellen. Ik zat er vaak een bakje te doen. Ik heb er nog gewerkt. Ah, wat leuk. Dat ik nog thuis woonde vroeger. Ah, wat leuk. Ja, 14 dagen ging je in de keuken. Ah, en daarna achter het buffet. Ja. En dan zat ik voor het raam en dan keek je de hele stad door. Ja, klopt. Ja, lekker met een bakkie koffie. Ja, en ik vond het nou ook zo leuk hoe ze dat gedaan hadden met die koffer. Ja. Daarom zeg ik, dit komt op YouTube te staan. Ja. Hoe is het? Jeetje. Ja. Het is wel historisch. Nou, het was een historisch stuk van een helder. Ja. Heel veel de heldenaren zullen kwaad zijn. Maar er zat betonrot in. Ja, dan kan je het beter slopen. Ah, dan vullen ze hem uit hun nek. Ja. Gooien ze dat erin. Ja, dan rook. Hoi maatje. Ja. Weer een stukje nog wel hier. Ja, nou doet mij pijn.
stukje historie van een helder. Ja, sorry hoor. Nou, ik zit hem heel even uit, lieve vrienden.